Ik ga jullie uitleggen hoe ik zo'n Scooby-Doo-ding kan maken. Je pakt een hele grote pak van Blokker of wat meer van die andere winkels. Pak je twee touwtjes. Ik heb nou oranje en roze. Pak je de punten bij elkaar. Doe je ze bij elkaar ongeveer even hoog lengte. Dan doe je ze helemaal aan het einde. Zo vast. Ze hoeven niet altijd precies te zijn. En maak je knopje een simpele knop. Weer dus klein mogelijk. Hoe meer, hoe langer je schoenen zijn. Dan heb je ze zo. Die gaat naar hier. En die gaat naar daar. Deze roze gaat in de roze. De andere die gaat daar. Zorg dat hij echt alleen daarin gaat en niet in de roze. In de andere. Pak je de roze en de oranje. En je trekt ze stevig bij elkaar. Dan krijg je dit. En dan ga je, en dan heb je ze zo staan. En dan na een tijdje lukt het. Soms denk je dat je fout hebt, maar dan is het goed. Gewoon een kwestie van goed aantrekken. Wat ik ook. Toen ik begon. En uiteindelijk krijg je een hele lap. Doei! Ik hoop dat ik jullie heb geholpen. Dit is deel 1 van Odiana Scooby-Doo vierkant.